Vandaag ben ik de gast bij Job Anneveld. Job, SR-straat, boven de Albert Heijn woont hij. En hij kijkt uit op de sigarijfabriek. En de sigarijfabriek, dan wel wat er nog van over is, dat boeide hem. Hij dacht, wat is dat eigenlijk, sigarij? En dat is een goede vraag, want wie van jullie weet het eigenlijk wel? Ik wist het niet. En Job heeft een nieuwe job. Hij is nu zelf benoemd ambassadeur van de sigarijkoffie. En zijn doel is, nou, laat ik het hem vragen. Ga je mee? Job, fijn dat ik hier bij jou even aan de tafel mag zitten. In het midden in het hartje van de nieuwe Dalfsen. Ja. En SR-straat. Klopt. Woon je hier al lang? Nee, dat kan niet. Nee, dat die woningen zijn vers. Volgende maand wonen wij hier 2 jaar. 2 jaar? Ja, tijd gaat snel. En bevalt het wat? Bevalt heel goed. Ja? Ja, zeker. Leuke buren ook. Mijn vrouw moest wel even wennen, want wij komen van een bungalow met een grote tuin. Ja. En zij was nog een liefhebber van de tuin. Ik was meestal te druk. De gezondste, dat was eigenlijk mijn werk. Ja. Maar, ja, ze moet toch maar een beetje nou aan het dorp wennen. Hè? In het dorp kun je geen tuin hebben. Natuurlijk. Nee, maar ik zag hier wel toen ik hier naartoe liep. Jullie hebben hier een grote een soort van binnentuin. Hè? Ja. Met z'n allen. Omdat wij hier boven op de Albert Heijn zitten, hebben wij natuurlijk een grote oppervlakte. En alle huizen staan langs de rand, om het straatidee goed te geven. Ja. En daarachter staat een platte betonplaat, ook als gewicht op uiteindelijk nog weer de parkeergarage die helemaal in de grond zit. Ja, daar moet je gewicht bovenop hebben, anders dan drijven we de vecht in. Ja. Ja, daar zijn we een tijd over bezig geweest, een beetje wegbezuinigen, want er was eigenlijk wel het plan om daar een tuin van te maken. Maar dat hebben we toch 1,5 jaar over moeten doen voordat we voor elkaar hadden dat de tuin er kwam. Oké, nou, het is echt een verborgen stukje Dalfsen, midden in het centrum. Ja, ja. Bijna niemand weet het, althans alleen de mensen die hier komen. Ja. Ik vond het prachtig om te zien. Maar dat is niet de reden dat ik hier zit, want we zitten hier natuurlijk om doorstart hè, van de sigarijfabriek of iets wat daarop lijkt, om dat eens even te bespreken. Want joh, de sigarijfabriek die kun je hier net vanuit je woning ook nog bekijken, hè, althans wat er nog van over is. We hebben hem helemaal weer vanaf de grond zien restaureren. Ja. Ook de laatste voorgevel uiteindelijk toch nog zien vallen. En toen heb jij gedacht van die sigarij, hoe zit dat eigenlijk? En nu ben je inmiddels, heb je hier een dossier over sigarij opgebouwd. Ja, ik wilde weten wat sigarij eigenlijk was. Er waren hele discussies over. Ja. Ik kwam tot de ontdekking dat ongeveer 8 jaar geleden een Jan Brunnekreef, Wim Goos en Gerrit van de Kolk voor de historische kring Dalfsen het hele verhaal van de sigarijfabriek in dat krantje hebben gezet. In 2 verschillende krantjes achter elkaar is dat verhaal gepubliceerd. Ja. Maar niemand weet daar eigenlijk wat van. Weinig. Dat is verzonken. Ik hoop ook nog dat we een keer het makkelijker bereikbaar maken op internet. Dat je het aan kunt vinken en dat je dan het hele verhaal hebt. Ja. Het is wel digitaal opgeslagen bij de historische kring, maar je kunt er zo niet makkelijk bij komen. Dus dat wil ik eigenlijk wel wat eenvoudiger maken. Waarom wil je dat? Nou, ik vind het fantastisch dat wij zo'n fabriek hebben gehad. 107 jaar heeft hij hier gedraaid. Mensen die van de jaren 60 daarvoor zijn, die kunnen zich de fabriek nog herinneren. Ja, ik kan me ook nog wel herinneren dat ik wel eens, ik zat in die tijd als vertegenwoordiger in hout langs de weg. Dus ik was alleen maar 's morgens vroeg en 's avonds laat thuis. En de nacht natuurlijk. Maar daar kan ik me herinneren wel eens dat ik 's avonds binnenkwam dat ik zo'n koffielucht kon ruiken. Ja. Ja, want dat was een van de handelsmerken van Dalfsen, hè? Je had natuurlijk de koekjeslucht, die vermengde zich hier met de sigarijlucht. En de melkfabriek. En de melkfabriek. Je rook je ook een beetje langs de sloot, hè? Dat werd toen op afgewaterd. Ja. Maar je bent geen Dalfsenaar van geboorte, toch? Nee, ik kom uit het land van normaal. Ik ben een Achterhoek. Geboren in Doetinchem. Ja. Maar je woonde hier al. Je woont al lang in Dalfsen, dat je de sigarijfabriek kent. Ja, wij wonen zo'n 55 jaar in Vechtal. Ja.
Oké, dus je herinnert je de fabriek nog. En, maar wanneer kwam die interesse voor de schilderij? Is dat van de laatste jaren? Nou ja, dan lees je dat. En ik heb, dat is ook wel door mijn werk wat ik altijd gehad heb. Ik ben altijd nieuwsgierig. Ik wil altijd iets weten hoe het nou eigenlijk in elkaar steekt. En toen ontdekte ik dat de oprichter van de schilderijfabriek hier, Egbert, dat hij uit Winterswijk kwam. Ja, dan denk ik, hé. Hey. Dat was een buurman erbij. Iemand die schilderij gaat maken of wat dan ook. Zo ging het eigenlijk, maar het was een man die een topkwaliteit schilderij heeft gemaakt. Okay. Vanaf het begin heeft hij daarnaar gestreefd en hij heeft het over de hele wereld verkocht. Hij heeft echt Dalsen op de kaart gezet. Ging dat de hele wereld over. Maar even basis, wat is schilderij? Schilderij is een wortel. Het is een wortel met groen loof erbovenop. Okay. En als je, in het Frans heet het chicorée, maar chicorée is ook het woord voor andijvie, want het is namelijk dezelfde familie. Familie van andijvie? Ja, de andijvie, daar komt het loof van, en dat wordt natuurlijk allemaal in een bepaalde richting veredeld, maar van schilderij pluk je het loof en de wortel die liet je zitten, ja. Of die ging voor veevoer eigenlijk weg. Okay. Later heeft men ontdekt dat, dat het eigenlijk best wel een gezonde wortel is, waar krachten, alles wist men er nog niet van, maar dat je er dus, als je ging roosteren, koffie van kon maken. En ik weet niet eens wat er het eerste was, de koffiebonen of de wortelkoffie, zeg maar. Ja. Maar in elk geval de koffiebonen, die hebben het toch wel gewonnen. Maar goed, de even terug naar 1860 ongeveer. Ja. Toen begon die meneer uit Winterswijk, Egbers. Ja. Die kwam hier naartoe, vanuit Winterswijk naar hier. Ja, heb ik ook gedacht, waarom ging die nou vanuit Winterswijk hier naartoe? Dat was wel een belangrijk iets, dat was de Vecht. De Vecht, dat was in Winterswijk heb je geen rivier. Nee. Ja, dus hij had daar, de Vecht, dat was een beter gebied. Ja. En de route naar het westen was hier ook bekend, want er werd met turf gevaren. Maar ook met, wat algemeen wat bekend is, de Benheimer Zandsteen, die ging ook allemaal hier over de Vecht naar het westen toe. Ja. Het Paleis op de Dam, die daarmee gebouwd is. Ja. Dus dat is waarschijnlijk iets geweest dat hij dacht van, daar ga ik zitten. En is hij begonnen hier aan de Vecht in dat gebouw? Nee, hij is begonnen in een leegstaande katoenweverij van Theemans. En die stond op de hoek van de Ruitenborgstraat en de Beatrixstraat. Dat huis staat er nog altijd, dus een dubbele woning. Is dat geworden? Het grote witte huis? Dat grote witte huis, daar is hij begonnen. Oh ja? Ja. En dus dat was vroeger een katoenweverij, zeg je? Ze had erin gezeten en die was stilgelegd, misschien ook op door leeftijd of wat dan ook. Ja. Maar daar kom ik zo nog even op terug, want er waren dus in Dalsen waren dus vakmensen die katoen konden weven. Er waren hier behoorlijk wat wevers. En hij heeft daar 6 jaar gedraaid ongeveer, maar in die 6 jaar heeft hij ook al een gouden medaille gehaald op een tentoonstelling in Londen. Voor zijn schilderij. Ja, en de omschrijving daarvan is ook, ik heb er nog wat kopieën van, dat het uitmuntende kwaliteit was. En daarmee had hij zijn naam gemaakt eigenlijk. Maar in het oude fabriekje waar hij op paardenkracht, hè, want het was een rosmolen, een paard wat rondliep om de machines, van het roosteren, dat ging in trommels, en het malen had je natuurlijk ook weer kracht voor nodig. Dat ging dus met paardenkracht doen. Maar in die tijd heeft hij dus de top al bereikt. Dat was een gedrevenheid en hij was dus een heel goede vakman. Ja, hij ging met die koffie naar Londen voor een tentoonstelling. Ja. Daar gingen mensen dat proeven. En Londen, gemene best, had hij ook aan meteen al de aandacht van Canada, bij wijze van spreken. Alle kolonies van Engeland, Groot-Brittannië. Ja. Die waren in één keer binnen handbereik. Malta bijvoorbeeld, dat was ook een assetgebied van. Ja. Dat pakte hij zo mee. Maar hij heeft in de totaliteit iets van 17
van die gouden medailles bereikt. Want hij bleef maar elke keer weer zich profileren van ik ben degene die de beste kwaliteit sigarij heeft. Van Nederland of ja. De wereld. En overal stond op een product uit Dallassen in Nederland. Hij heeft echt alles op de kaart gezet. Zijn er nog veel spullen van? Want heb jij ook spullen uit die tijd? Pakken koffie, medailles? Nee, dus bij de historische kring heb ik gezien dat ze nog twee grote vaten hebben. Van ik denk een 80 liter dat erin zit. En daar zit sigarijpoeder in. Ja. Met een beetje klonten en zoiets. Maar ja, dat. Ik weet niet hoe die kwaliteit nu nog is. Dat is wel, ja, natuurlijk. 1858 is hij hier gekomen. Is hij daar begonnen in de. Ja. De Ruitenborgstraat. En 1864 is dus een nieuwe fabriek klaar gekomen. Daar heeft hij een meneer al een stoommachine ingezet. Van 8 pk. Dus dat was 8 pk? Ja, in plaats van 1 knol was dat 8 pk. En. Maar daar is hij vrij snel ook begonnen met een ongebleekte katoenweverij in die sigarijfabriek. Diezelfde ergens? Want hij had capaciteit over en wevers waren hier wel. Hmm. En hij had, dat moet ik ook even zeggen, hij had ook twee medevernoten. Geldschieters wordt er wel eens gezegd, maar waren eigenlijk echt medevernoten. Die deelnamen in zijn fabriek, want dat was natuurlijk een hele investering. Ja. Hij moest niet alleen grond aan de vecht kopen, ja. Maar hij moest ook de hele fabriek bouwen. Ja. Er waren niet zulke gigantische bedragen in die tijd, maar het was toch een totale terrein, was een hectare. Hectare. En er moest dus een fabriek op komen en daar moesten stoommachines en schoorsteenpijpen en je kent het wel. Dus dat is een behoorlijke investering geweest. Ja. En hij had twee medegenoten en dat was de graaf van Rechteren en de baron van Deven. Oké. Okay. En de graaf van Rechteren die investeerde iets van 21.000 gulden. Zo. En de baron 2150 gulden plus een woning. En dat is er was een woning die op de plek stond waar nu de Witte Villa staat. Oké. Okay. Dat was dus een stuk grond met een huis erop. Ja. Daar heeft hij echt ook nog een tijd in gewoond. Daar had hij gehuurd in het begin. Ja. Toen hij hier kwam, zeg maar. Ja. En, maar die katoenweverij, die heette de Prins van Oranje. Oké, okay, die heb ik er nog van gehoord. Dat was een katoenweverij uit Dalfsen. Uit Dalfsen, ja. En dat kan eigenlijk geen toeval zijn in die. In 1864 is de Prins van Oranje te logeren geweest hier op het kasteel. En op Rechteren? Op Rechteren. Ah. En de graaf en de prins die zijn een paar dagen aan het jagen geweest. Ik heb nog ergens gelezen zelfs hoeveel fazanten en konijnen ze geschoten hadden. En daar zal de graaf waarschijnlijk verteld hebben van zijn investeringen in de fabriek. In de fabriek, ja. En ik denk dat hij dat als een soort geste gezegd heeft van nou, we noemen het de Prins van Oranje. Ja, dat leuk. Zo is dat gekomen. Oké. Okay. Ja, en het gemaakt is dat hier in Dalfsen hadden ze die poeder wat ik net vertelde, die in die vaten hier nog in de trefkoelen ergens in de kast staan. Ja. Die poeder, die lieten ze in de kelder hard worden aan een hele grote bonken. Als dat vocht opneemt, dan wordt het hard. En daar werden dan van die pakjes van gemaakt. En dat was hard. En dat noemden ze hier allemaal kniebof. Kniebof? Kniebof, dat moest je afknijpen. Oké. Okay. Dus daar werd een pot koffie gezet. Vroeger, weet jij waarschijnlijk ook nog wel, was dat een grote kan. En daar ging het dik onderin, hè? De koffie dik. Ja. En, of de normale koffie was het, dus dat ging er onderin. En dan, ik weet nog, mijn oma die probeerde dan koffie te gieten, maar dan zat die prop, die was gaan drijven. Dus dan werd er even geschud en bloep, dan kwam er uit die tuit kwam er een grote pluk van die dikke koffie, die ging er weer bovenin. Ja. Maar dan gooide men hier, kneed men een stuk van dat blok af. Van dat blok af en die gooide zo weer in de pot, voor de smaak. Het was gewoon hard geworden korrels, wat je hier aan korrels. Ja, poeder eigenlijk. Hè? Poeder. Ja. Oké, okay. Maar mensen die poeder
Poeder kon je ook gewoon kopen. Ik kan er ook fijne maling kopen. Ja. Maar het gekke is dat. Toen ook al, Job, oude tijd, zeg maar, van de fabriek. Ja. Was het in zakken? Ze maalden het in fijn, in poeder. Ja. En ook in deze korrel. Maar alles wat de kant van het oosten op ging, dat was allemaal korrel. Die willen allemaal de grove korrel hebben. Juist. Ik denk om dezelfde reden als wat ik vind. Als het nou poeder is, gemalen koffie, weet je niet of er niet smaakmakers bij in zitten. Hè? Of melanges of... Komt eerlijk erover. Dit kun je niet meer prutsen. Dat is 100% zilverij. Later zie je dat ze steeds grotere stoommachines nemen. En de hoeveelheden worden... Er ging op plaats 1,5 miljoen kilo per jaar aan sigarij uit de fabriek. Ja. En toen kregen ze ook last van concurrentie. He, dat, je leest ook niet meer dat ze toen nog probeerden om gouden medailles te krijgen. Zij gingen concurreren en het was ook wel een heleboel bedrijven die hielden ermee op, want die strijd die werd erg hard. Maar de fabriek waar uiteindelijk de machines van Egberts naartoe zijn gegaan, dat was Leroux in Noord-Frankrijk. En dat is nu nog een van de grootste. Hij zegt zelfs dat hij de grootste is. Hm. Dus ik hoop er nog eens een keertje te komen, want het is vlakbij Gent. Ja. Dus het is niet zo ver weg. En die hebben een heel groot terrein waar ze dus een fabriek in hebben. En die hebben ook een eigen museum. Daar staat. Hmm. Maar daar zijn de machines van hier en ook het geheime procedé. Dat is een geheime procedé? Ja, dat had een geheime procedé, hoe die dat deed. Hè. Dat komt natuurlijk een beetje, als je wortels wilt roosteren, dan heb je een beetje vettigheid nodig. En dan kun je roomboter nemen, of je kunt pindaolie nemen, of wat dan ook. Maar wat hij daarvoor had, dat was dus het geheime procedé. Ja. Dat is dus verkocht aan die Leroux. En ik denk dat die Lima, waarvan ik nu niet weet waar zijn fabriek staat, want op de plek waar de sigarijfabriek in Aalter, heet die plaats in België, daar zit een partycentrum. En dat heet de sigarijfabriek, maar daar wordt niks meer gemaakt. Nee. Dus ik denk dat dit van Leroux wegkomt. Als grootste die er vlak in de buurt zit, zal die deal meegemaakt hebben. Ja. Want in Nederland wordt er geen sigarij meer, wel verbouwd, maar met name van die andere. Ik denk niet dat er, je weet nooit wat er nog voor. Het is jou niet bekend, als vrij nieuw bakker sigarijkenner, is je nog niet bekend dat er in Nederland nog een fabriek is waar je dit soort koffie. Nee. Wat grappig is dat ik mensen gesproken heb die zeggen: kunnen we het niet gaan verbouwen? Ja. Hier in het Vechtdal, want het hoort bij het Vechtdal eigenlijk, hè, de sigarage. 107 jaar lang van hieruit de hele wereld van koffie voorziet, dan heeft dat iets. Hè. Dus dat is eigenlijk mijn missie, dat ik wil proberen om in het Vechtdal het weer, kijk, ik jaag de koffie niet weg, want ik drink ook graag een lekkere kop koffie. Maar ik begin 's morgens altijd wel met een mok sigarij. Ja? Ja, dat doe ik al een aantal maanden. En je missie is om het weer op de kaart te zetten? Ja, dat de mensen het weten. Want het is niet alleen dat je zegt dat is dan wel leuk. Het zou ook voor de VVV zou ik misschien mee kunnen nemen. Hè? Dat mensen zeggen, gunstig, kun je dat nog? Net als dat ik in Duitsland wel streken heb gehad waar mensen toe kwamen om de appelwooi te drinken. Hè? Die data zo lekker zou zijn. Ja. Dus, Oké, en dat is je missie, maar en wat ga je daarvoor doen? Of wat heb je ondernomen? Nou, wat ik doe is dus het onder de aandacht brengen van mensen. En het is eigenlijk een beetje een soort guerrilla-marketing, noem ik het wel. Oh, je bedient je van moderne technieken? Ja, nou, ik heb geen budget, dat is het, hè. Anders had ik het heel anders aangepakt natuurlijk, maar ik heb geen budget. Dus ik probeer enthousiasme over te brengen op mensen die het weer verder dragen. Ja. En daardoor heb ik dan in elk geval twee mensen hier die het willen verkopen. Die het zeggen van nou, wij nemen het in voorraad en wij... Maar dat moeten wel mensen zijn. Dat is de mevrouw Post hier van de Westermolen in Dalfsen. En dat is
Post, dat is dan een broer van mevrouw Post hier, van de Heijleugen. Die heeft in tussen Leeuwenvelde en Dalsen de kaasmakerij, zeg maar. Ja. Die het ook voert, want die voeren ook veel meer producten dan alleen de kaas. Die hebben dit in de aanbieding nu? Ja, dat kun je dus krijgen. Ja. Dus dat is je eerste soort van succes dat jij hebt ze daartoe aangezet? Van mensen, dan heb ik, als je je streekproducten wil doen, dan moet je ook minstens zien vragen. Ja, dan heb ik Hendrik, van Hendrik's Kitchen. Hier hoor. Hendrik Waanders. Ja. Die, daar heb ik natuurlijk ook een langdradig verhaal gehad. En die zegt, ik vind het een hartstikke mooi verhaal, ik zet het op de kaart. Dus als je naar Hendrik gaat, dan kun je daar een kopje koffie drinken. Een kopje sigarijkoffie. Sigarijkoffie. Maar dat kun je ook bij de molen, want daar schenken ze het ook. Okay. Dus het is niet alleen dat je een pak, je kunt daar ook, want zij zorgt ook nog wel eens voor aardbeientaartjes en van al die dingen meer wat lekker is. Dus je kunt daar ook zitten en sigarij proeven. En vind jij, wat is nou het verschil? Ik wil het natuurlijk zo proeven en smaak uitleggen, dat is heel moeilijk, maar hoe krijg je, want je wil natuurlijk ook graag dat meer Dalsenaren dit eens gaan proeven. Ja, maar er zit nog iets anders, hè. Ik denk dat als wij met enige regelmaat sigarij drinken, dat we daar niet slechter van worden. Je denkt dat het gezond is? Dat het gezond is. Want het, het heeft eigenschappen en vandaar dat natuurlijk ook die industrie zich daarop gooit, voor de pillen en zo. Maar het heeft het is goed voor je hart en je bloedsomloop. Het is goed voor je nieren. Het zorgt dat je vocht afgedreven wordt. Hm. Zonder dat je nou het als een plaspil moet zien, want het is natuurlijk, je drinkt het, het meeste is water. Hè, dus, maar het heeft toch goede eigenschappen. Er zit geen cafeïne in. Nee. Dus mensen die geen cafeïne mogen hebben, die kunnen beter dit drinken als iets waar chemisch de cafeïne uitgehaald is. Ja. Want dat is ook niet zo lekker. Maar in de oorlog werd het gedronken omdat er geen koffie was, hè? Ja. Heb ik gehoord. Ja, maar daar moet je voorzichtig mee zijn, want in de oorlog werd het meest eikelkoffie en granen, waar ze dus een mengsel van maakt. Oh, dat was nog sigarij met andere mixjes? Ja, ik denk dat er weinig sigarij in voorkwam. Maar waarom denk jij dat het dus is afgelopen op een gegeven moment? Is het zo dat de koffiebonen steeds goedkoper en lekkerder werden? Ja, want waardoor dat is natuurlijk, hij het heeft verloren. Ja, en hij heeft zijn kwaliteit, of zijn navolgers moet ik zeggen. Hè? Ja. Die hebben dat credo van hem van je moet zorgen dat je de top hebt. Hè? Kijk, als jij Rolex horloge maakt, dan moet je er ook niet meer op de markt gaan staan. Of je moet een goede vervalsing hebben. Ja. Maar ik bedoel, want daar is de markt niet voor, hè? Maar je ziet wel dat het een gigantische industrie is, hè? Waar goud verdiend wordt. En ik denk dat dat hier ook mee is. Dus als het iemand oppikt, net als dat hier die Lima dat doet, of welke combinatie of je dat doet. Er zijn mensen hier die willen het eigenlijk wel gaan verbouwen, als het kan. Die heb je ook al aan de. Ik heb mensen gehad die serieus over zitten te denken, of het een te doen is. Maar dat moet ook niet grootschalig zijn, want dan kom ik weer op de landbouwbestrijdingsmiddelen, gewasbescherming noemen ze dat dan. En dit, er staat veel onkruid tussen. En eigenlijk moet je de plantjes, als ze opkomen, moet je even een 45 centimeter uit elkaar zetten. Al dat onkruid, dat moet je schoffelen. Hè? En ik heb ook al zitten denken, zou het iets zijn om samen met Philadelphia of zo te doen. Waar mensen zoeken die bezigheid hebben. Hè? Dus als je een stuk terrein hebt waar je het op zou kunnen verbouwen. En je zou dan constant elke dag in de gaten kunnen houden door te schoffelen en donker weg te halen. Zonder dat er ook maar een of ander verdelgingsmiddel aan de pas komt. Ja, dan het is net als gewone koffie, je houdt het dik, hou je over en de koffie loopt er doorheen. Dus je moet een filterzakje hebben, dan gooi je dit in en dan heet water erop. De mok die ik 's morgens voor mezelf maak en meestal de laatste tijd maak ik voor twee koppen aan. Ja. Ja, mijn vrouw breng ik altijd ontbijt op bed. En
Die zei je, ik wil dat wel doen, maar dan drink je ook sigaret koffie. Nou, ik varieer, zeg je. Heerlijke koffie, zeg ik, dat ik hier helemaal zo grijpen kan. Ja. Nou, ik denk dat we ook eens moeten proeven. Ja, je moet ook mensen aan de koffie krijgen, want ja, je kan het aanbieden, maar als niemand het koopt. Nee, het moet een klein beetje. Dus er moet een proeverij komen, joh. Ja, en dan, als je op een gegeven moment het een beetje aan de loop hebt, dan kun je ook zeggen van nou, we gaan het verbouwen, hè. Ja. Maar je wil meer ambassadeur zijn. Je hoopt eigenlijk dat iemand opstaat die zegt, ik ga het even maken. Ja, en er zijn best wel mensen die enthousiast zijn. Niet iedereen, maar ik kom ze toch gelukkig tegen. En ja, wat ik kan doen is dus verhalen houden en presentaties doen. Een paar keer gedaan. Heb je al vaker gedaan? Ja, ik heb voor de Vrienden van Dalsen. En ik heb voor een club van de Lions heb ik een presentatie gehouden. Ja. En ik zit zelf al in een nieuwsgroep, daar heb ik natuurlijk het eerste geprobeerd om aandacht te trekken. Nou, en dan trek je volle zalen, Job. Hoe is de respons? Nee, dat valt eigenlijk tegen, want ik had laatst gedacht, want dat was een afdeling van de Lions Club. Maar ik denk van, als ik zo'n ergens een Lions Club of een Rotary Club, kan me niet schelen, die daar wat in ziet, dan begint het wiel natuurlijk beter te lopen. Nou, heb ik er al heel de tijd over, maar ik heb nog steeds geen koffie. Zullen we het nou eens gaan drinken? Ik zal zien dat ik het pot maak, want mijn vrouw is weggevlucht. Kijk eens even. Och. Alsjeblieft. Oh, je ziet suiker erin? Nee, niks erin. Nee, ik wil echt proeven. Ja, nee, maar dat is helemaal goed. Het ziet er in ieder geval al uit als koffie. Dat... Voor het oog is het oké. Ja. Dan gaan we net als een goed glas wijn even ruiken, hè? Ja. Het ruikt wel iets anders dan mijn koffie thuis. Maar... Ik zou zeggen, proost. Ja, proost, hè. Ja, we gaan het erop wagen. Ja. En op succes van de sigaret koffie, Dalsen. Ja, dat moet gewoon lukken. Tuurlijk. Oh, dat is echt, dat is anders, ja, dat is eigenlijk wel een eigen smaak. Het heeft een, echt een afdronk, zoals dat heet, hè? Ja. Ja, maar je krijgt ook niet een nare smaak te vinden, want wat je sommige soorten koffie wel eens kunt hebben, hè, dat je daar zo'n droge tong van krijgt of zo, dat heeft dit ook niet. Maar proef jij nou iets van karamel? Karamel zou ik niet zeggen, maar wel zoet. Ja. Hier ook geen suiker meer in. Nee, ook helemaal niet. He? Maar ja, zo zoet is het toch ook weer niet, maar het zit er wel in. Het is net dat. Dat is al die inulina. Ik heb het ook al geprobeerd met een beetje melk erin, want normaal koffie drink ik meestal met melk. Maar dan ben ik iets kwijt. Ik weet niet wat het is, maar dan wordt het een beetje vettig op de tong. Hè? En ik drink het liefst zwart. Ja. Dus 's morgens begin ik altijd met zo'n mok. Zwarte sigaret. Nou, is absoluut goed te drinken. Het is geen waterkoffie of zoiets. Hè. Het heeft een hele eigen smaak, ja, vind ik. Wat kost nou zo'n zakje vergeleken met koffie? Nou, het kost ongeveer hetzelfde. Ja? Ik verkoop deze pakken als er iemand is die zegt wat kost het. En dan zeg ik nou 3,5 euro, dat is voor mij eigenlijk kostprijs. Ja. Maar ik ben geen winkelier. Je gaat er niet een handeltje beginnen? Ik kan niet, nee. Ik begeleid het en ik geef de mensen door. En trouwens, als ze de zakken hebben, dan staat het adres op waar ze het bestellen kunnen. Ja. En ik heb gezegd, ik wil er niet duurder mee zijn dan koffie. Want dan, het hele plaatje, dat mag best wel wat geld kosten. Als je een lekkere combinatie met een likeurtje of zoiets kunt vinden. Ja, want je kan er wel, dat zou ik net zeggen, je kan er ook mee combineren. Dus. Ja. Kun je een borreltje erin doen? Of, ja, ik denk dat een fijne cognac daarbij smaakt. Nou, maar we kunnen het bij de molen kopen. Bij de molen en bij... De kaas. Bij de molen kun je kopen en kun je drinken. Ja. Hè, want ze serveren het ook uit. Bij Hendrik kun je drinken. En bij de Heileuvel precies. Kun je het ook kopen. Dus je kan het hier zowel in pakken als in de kopjes. Ja. Kunnen we het al kopen nu? Ja. Het
enige wat nog ontbreekt is dat het van danser origine is, qua verbouw. Ja. En nou ja, dat is eigenlijk jouw missie, heb je gezegd. Hè? Hoeveel jaar trek je vooruit, Job? Ik weet niet hoeveel jaar ik nog heb. Hè? Ik word de volgende maand 83. Dus 83 pas? Ja. Oh, nou. Je hebt net gezegd, de sigarij is ook zeer gezond voor lijf, leden, hart en huis. Ja. Ja, dus de, ja. Bedoel, wat dat betreft ben je ook dubbel op de goede weg. En dat was wel leuk, want er zijn een heleboel onderzoeken in de loop van de jaren geweest. Maar nu heeft de Europese Commissie die heeft gezegd, ja, er zijn zoveel nieuwe manieren om iets te ontdekken. En we kennen zoveel onderzoeken die we pakken 35 jaar geleden helemaal niet kennen. En ik heb er, mag je wel eens meenemen. Want die is net van eind april is deze gewoon, ja, 20 april, 29 april hebben ze een brief gestuurd van Census, dat is dus die overkoepelende organisatie, aan de boeren dat de Europese Commissie de gezondheidsclaims, de rapporten daarvan die zijn ingestuurd, dat ze die hebben goedgekeurd. Okay. Dus dat is een mooi opsteken. Dus het is nu officieel volgens de Europese Commissie gezond? Ja, dat het even gezond is. Ja. Ja. Heel goed. Nou mensen, volgens mij Job, je bent een fantastisch ambassadeur. Ja. We gaan vanaf vandaag weet iedereen in Dals dat we in Dals sigarij kunnen kopen, drinken. Het smaakt ook goed. Vertrouwt u nou even op de smaak ook van de Wilmers. Die is goed. Het enige wat nog ontbreekt, dat hebben we al gezegd, we moeten even een paar boeren hebben of kleine boertjes. Die zeggen van wij gaan even een akkertje verbouwen. Het is tweejarig. Twee jaar, hè? Ja, ze hoeven maar 1 jaar te doen, hè? Want ze, dat loof, dat willen ze niet hebben, want dat is... Die wortel is in 2 jaar gewaard. Gaande wortel, ja, maar zij zaaien in april zo'n beetje, in het vroege voorjaar. En oogsten tussen september en eind van het jaar. Dus ze laten niet de winter overstaan. Nee, oh, dus het is... Er zitten geen bloempjes op het veld. Nee, want dat gaat allemaal ten koste van de wortel, hè? Ja. Dus je kan gewoon het voorjaar zaaien, najaar oogsten. Ja. En dan moeten we natuurlijk ook nog even een klein fabriekje hebben ergens die dat... Ja, misschien dat we ergens een boerderijhalletje leeg zien staan of zo. Ja, maar er moeten apparaten voor komen. Hè? Of gaan we dat allemaal met de hand doen? Ja, ik denk dat je kleinschalig moet beginnen met vandaar dat ik ook zou denken of dat bij Philadelphia of zoiets zal passen. Ja. Dat je zegt van nou... Je kunt je met bezighouden met het kweken van die dingen, hè. Lekker schoonhouden, verplanten nog, hè. Een beetje uitzetten en zo op 45 centimeter, mooi verrijden. En, maar dat is een hartstikke leuk werk. Ik vind het heel leuk dat je dit oppakt, Job. Ja. Dankjewel voor het mooie verhaal en de helderheid erin. En ik wens je natuurlijk als ambassadeur van de sigarij heel veel succes. En we gaan elkaar ongetwijfeld nog eens een keer tegenkomen hier op het terras. En dan krijg jij van mij een kopje koffie. Ja, oké. Goed. En dan doe ik er een borreltje bij. Dankjewel.